Ik ben in Genk, vlak over de grens België, en ik ben hier nog nooit geweest, maar ik ga kijken wat hier zoal te doen is. Nou, ik heb een superleuke tijd gehad in een prachtige omgeving en nu op naar Landmaken, 20 minuutjes hier vandaan, en kijken wat daar te beleven valt. Nou, ik ben in Landmaken aangekomen, vlakbij Maastricht, en ik ben heel benieuwd wat hier te ontdekken valt. Ik ben een dagje in Landmaken en ik wil eigenlijk wel weten wat ik hier kan doen allemaal. Van hieruit van Landmaken hebben we hier een heel mooie fietsomgeving. We hebben ook een prachtig bos aan de overkant van het hotel. Heel veel groen bij het kasteel van Pietersheim. Je had het net over fietsroutes en zo. Ja, we hebben hier een heleboel fietsroutes ingepland. Klaar staan ook met paaltjes, dat allemaal heel netjes aangegeven. Welke route je kunt volgen of met de kleurtjes en dergelijke ook. Wat kan je in het hotel zelf doen? In het hotel zelf hebben wij een zwembad, dan ook een sauna. Bij ons zijn altijd de barbecues zijn altijd een groot succes. Op vrijdag organiseren we een barbecue in het hotel. En bij mooi weer kan dat gezellig buiten op het terras. En daar krijgen we altijd heel veel positieve reacties over. Nou, ik heb ontzettend genoten van Landmaken in deze prachtige groene omgeving. En nu op naar huis.